Op 20 oktober 1918 stonden de geallieerde troepen aan de grenzen van Deerlijk. Een peloton Ierse soldaten naderde de molen Ter Geest en Te Zande, de molen van de familie De Klerk. De soldaten werden vanuit de molen beschoten met machinegeweren. De Ieren zochten eerst beschutting achter deze muur. Daarna bestormden ze de binnenkoer. Een aantal van hen maakte, met onder andere bajonetten, een gat in deze muur. Zo konden ze binnensluipen en de Duitse bezetter aanvallen en uitschakelen. Molenaar Abdon De Klerk maakte de aanval van dichtbij mee. Hij beleefde bange momenten in de kelder van zijn woonhuis, waar hij zich verscholen hield. Het gat dat de Ierse soldaten maakten, werd na de oorlog gedicht, maar is tot op de dag van vandaag nog altijd zichtbaar. De molen zelf liep door de gevechten zware schade op. Maar na herstellingswerken werd hij in 1919 opnieuw in gebruik genomen.